Het is echt live. Je bent weer terug in de bar 6 van het nieuwe Luxor Theater. Vanwege de Amateur Musical Awards hier in het hartje van Rotterdam. Naast mij Lone van Roosendaal, lid van de jury. En ik heb mij laten vertellen, jullie hebben 80 amateurproducties aan je neus voorbij gegaan. Ja, er waren er heel veel. Ja. Nou, er wordt wel een selectie gemaakt door een groep mensen die het echt allemaal gaat kijken. Want ja, ik speel zelf, dus dat lukt niet. Maar die selectie kijken wij wel. Wat valt je dan op? Nou, dat er echt wel... Kijk, je ziet heus wel dat mensen amateurs zijn. Maar er zit wel echt heel veel... Dat je denkt, als je daar wat mee door zou worstelen... dan zou je daar best wel wat mee kunnen. Dat is heel leuk om te zien. Er zitten echt wel een paar echt wel goede talenten tussen. Want hoe is het bij jou begonnen? Ja, ik kom uit de Musical Nest. Ja, de schoolmusical, hè. Ja, en de Zandvik Show bij Annie Huisman. Maar toen waren er nog geen musical awards. Nee, zeker we mogen niet zeggen de echte. Gewoon de prijzen. Nee, de prijzen en ook zeker geen amateur musical awards. Nee, ook niet. Wat zegt dat over hoe wij tegen musical als vorm, kunstvorm aankijken? Dat het er toen nog niet was. Nou ja, er waren toen bijna geen musicals. Nee. Eigenlijk niet, want ik ging naar de academie eind jaren 80. En pas... Ik was 16, toen werd ik aangenomen voor de eerste musical die Joop produceerde. Dat was Barnum. Maar toen moest ik kiezen tussen de academie of dat. Heb ik toch voor de academie gekozen. En dat is 87. Dus kan je nagaan hoe later pas... Dat was de eerste buitenlandse musical die hij in Nederland opvoerde. Dus ik denk dat het... Kijk, wij waren goed in schaatsen. En de Britten en Amerikanen waren weer goed in muziektheater. En dat, ja, we zijn nu wel op orde, ja, na 30 jaar, maar... En nu staan de amateurs. Ja, er staat wel een generatie op. Ja, vind ik wel. Ja. Wat valt je op? Want we hebben net de eerste helft gehad. Nou, wat ik ontzettend ontroerend vind om te zien... en je merkt gewoon, zodra dat echt professioneel en zo groot is als het nu is... dat het enthousiasme en de liefde en het feit dat ze er nog niks mee hoeven. Hè? Het is echt nog gewoon... Het is niet hun baan. En dat levert zoveel op dat die spanning er niet onder zit. Dat het echt nog uit liefde en plezier gedaan wordt. Vind ik echt ontroerend, ja. Jij als professional, stel er is een jaar geen werk voor je. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Nou, het gebeurt wel eens. Ik heb wel eens een jaar geen werk gehad. Althans niet in de musical. Ja, ik ben ondertussen op een leeftijd waarop ik me iets minder druk over maak. Maar het blijft een onzeker vak. Dus ik zou ze aanraden. Alleen als je echt, echt wil. En anders moet je het gewoon op deze manier blijven doen. Want dat is het meest ideale. Dan heb je de plezier en je vaste weer. En lekker met orkesten. Oh. Ja, ik heb er een paar langs zien komen met orkestraties. Daar ga ik gewoon van kwijlen. Ja? Ja, ik droom ervan. Ja. Maak je er ook hard voor, hè? Ja, ik maak me er heel hard voor. Ja, helaas, ik kan niet meer doen dan het af en toe aankaarten. Maar goed, daarom is het ook amateur. Mensen doen het voor hun plezier. Als ze allemaal betaald zouden moeten worden, is het onbetaalbaar. Helaas. Dank. We gaan straks naar de tweede helft. Ik zie de volgende gasten al klaarstaan. Ja. Ja. Ga lekker wijntje drinken. Dankjewel. Fijne avond nog. Hallo, hoe is het dan? Ja, goed hoor. En dat voor een amateuravond. Ja, ik vind het zo leuk. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ook niet. Qua talent, gewoon, het is echt van een hoog niveau. Maar ook het publiek. Veel leuker dan bij een musical awards waar ik me te pletter verveel. Er zitten mensen een beetje blasé te kijken. En hier is het zo spontaan. Ja, ik vind het echt heel leuk. En Gerard Cox, die heb ik bij me. We zijn samen. Ja. Je hebt hem nog niet horen mopperen. Nee, helemaal niet. Je vindt het ook heel erg leuk. Ja, ik dacht eerst, we gaan naar een grote schoolmusicalavond eigenlijk. Dat idee had ik, maar er zit een orkest en alles klopt. Hoog niveau, echt heel leuk. Op alle gebieden, ook het publiek. Heb je dan niet stiekem dat bij jou het bloed gaat kruipen? Dat je denkt, ja, een musical... Je hebt natuurlijk twee musicals gedaan. Mooi Katendrecht en drie. Ja, Mooi Katendrecht, Kaat Mossel. Maar ja. Ik heb ook Blood Brothers gedaan, hè, van Joop van den Ende. Oh, die zagen we net als laatste nummer. Ja, daar heb ik echt aan meegedaan. En heb ik met heel veel liefde en heel veel plezier gedaan.
Maar ik ben niet iemand die nou zit te wachten op een musical. Maar ik ga wel weer in het theater. Nou, ik wou net zeggen, want ik zag vanaf 24 november ga je niet als musical, maar wel met liedjes. 24 januari, niet november. Wat zei ik dan? November, zei je. Oh, nee, maar dan knippen we eruit. Geweest, hè? Het was mijn verjaardag. Ja, dat is je verjaardag, dat wil die niet vergeten. Nee, maar 24 januari. Januari met in Vlaardingen ben met Café du Monde. Daar zingen wij levensliederen van over de hele wereld in het Nederlands. Met 5 fantastische muzikanten. En daar heb ik heel veel zin in. Wanneer starten de repetities? Ja, ik heb maar 4 dagen repetitie. Dus 19e. Toi, 24 januari. En over repetities gesproken, ook de amateurs moesten repeteren. Die hadden 1 dag en dat was gisteren en ik zocht ze heel even op. Morgenavond, maandagavond dus, worden de Amateur Musical Awards uitgereikt in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Maar vandaag op deze zondagochtend moet er nog flink gerepeteerd worden. En dat doen we hier. Waar komen jullie vandaan? We komen uit Heer Waard. Heer Hugo Waard, ja. Van welke vereniging? Brassica Musicals. Kom je vandaan? Stompetoren. Of All Places. Moet je me even helpen? Bij Alkmaar, klein dorpje. Oh, Noord-Holland. Ja. Wat gaat hier vandaag gebeuren? Wat we vandaag gaan doen? Sorry, ik heb een mond vol. Oh, dan wacht ik wel even hoor. Hoera! Hoera! Nou. We zijn even een beetje aan het oefenen. Nou, een beetje. Nou, vindt u? Waar komt het stukje uit? Dit komt uit Chess. Uit Chess the Musical. Het beste ensemble, toch? Genomineerd. En waar sta jij in het ensemble? Ik sta helemaal achteraan. Ja, dat dacht ik. En toch genomineerd. Ja, hè? Ik kan haar natuurlijk ook niks vragen nu. Ja, ook de mond vol, ja. Professionelen zijn best wel eens jaloers op amateurs. Want amateur, je zal maar amateur zijn, dan heb je een leuk leven. Eerlijk gezegd, die professionals, die hebben geen leven. Hoe leuk is het nou dat je met al die meiden en jongens uit Sneken naar Rotterdam gaat? Het is fantastisch. Ja, het is echt een avontuur natuurlijk. Super eer sowieso dat we genomineerd zijn. Want wie had dat kunnen denken? Een klein clubje uit Sneek helemaal. De Friesen. En wij maken zo'n musical met allemaal jonge mensen. Dus wel heel bijzonder. Dat heb je eigen leven nog. Pia Douwes heeft zelfs haar eigen prijs dit jaar. Zij kiest de solisten zelf uit. Denk je dat ze bij Spamalot is langs geweest? Nou, niet dat ik weet. Het zou wel leuk zijn. Wie gun je het bij jullie? Arthur? Ja. Wat is Arthur voor type? Hoe leg je dat uit? Waar is Arthur? Speelt Arthur de... Hij zit daar met het zwarte shirt. Met de zwarte... Ja. Arthur! Ja, oh ja, ja. Ja. Ja, echt een Friese jongen, hè? Ja. Nou, de repetities zijn in volle gang. Maar wat zij nog niet weten, is dat hij straks, Guido, bekend gaat maken wie genomineerd is voor de Pia Douwesprijs. Sst, hebben ze nog niet door. Vandaag repetities. Wordt het een lange dag? Wat is de bedoeling een beetje? Ik heb geen idee. Sorry. Typisch musical. Ja, ik kijk typisch gewoon. Musical. Ja, ja, ja. Leeft vandaag. We doen wat dingen. Nee, ja, we gaan het voor mij helemaal doornemen. Gewoon het hele programma. Ja, we doen één dingetje voor wat we bij de opening een aantal van jullie nog extra willen gaan doen. En daar hebben we een aantal mensen voor nodig. Ik wil namelijk namens Pia Douwes bekendmaken. Dat jullie genomineerd zijn voor de Pia Douwes Special Talent Award. En als je nou wil weten wie van deze die Pia Douwes prijs heeft gekregen, blijf dan kijken, want straks in de tweede helft van de uitreiking van de Amateurs Awards zal Pia Douwes de prijs uitreiken aan een van de 5 genomineerden. Oh, ja,
en die tweede helft die moet nog beginnen. Daarom zijn we nog steeds in bar 6. Eigenlijk een beetje mijn oude honk. Mariska, wat leuk jou hier te zien. Ja. Jij vertelde net, je hebt iets met die amateurs, hè? Ja, ik vind het heel erg bijzonder. Mijn moeder komt uit een operettevereniging. Ja. En bij die operette toentertijd kwam ook al langzaam een beetje de musical erbij. Dus ik ben wel opgevoed met het muzikale leven in huis. En mijn broer, mijn broer is de orkestleider, arrangeur, componist van deze hele avond. Dus ik zit als oudere zus van mijn jongere broer, die ook al niet meer jong is natuurlijk. Alleen maar naar zijn rug te kijken. Ja, maar ik ben zo trots. Leuk. Ja. Gisteren, ik was bij de repetities, dat hebben we net kunnen zien. Maar hij pakt het zo professioneel aan. Het is ongelooflijk en hij dwingt het ook gewoon af. Nu is het stil en nu gaan we repeteren. Nou, hij is echt de baas en dat is goed. Dat heb je als dirigent natuurlijk, moet je dat hebben. Dat vinden wij als acteurs op het toneel ook. Een dirigent is de baas. Die geeft precies de point aan van nu dit, nu dat. En je ziet aan zijn rugbeweging van hij weet precies, hij beheerst het orkest. En dat is fantastisch. Hoe zit je in de zaal? We hebben net de eerste helft gezien. 80 musicals heeft de jury voor ze kiezen gekregen. Ik vind het niveau zo hoog. En dat bedoel ik niet lullig. Nee, het is geweldig. Kijk, ik ben nu aan het repeteren voor Op Hoop van Zegen. Wij komen ook dan naar Rotterdam, maak een beetje reclame. En ik mag daar een kniertje spelen. Maar wij repeteren in 4 weken tijd de hele musical. Dat is heel pittig voor je hoofd. Zij repeteren, amateursgezelschappen repeteren natuurlijk 1 of 2 keer in de week. Maar met zo'n euforie en zo'n passie, want dit is wat ze willen. En om dat in een jaar tijd met maar 1 keer 3 uur per week of 2 keer 3 uur per week om zo naar elkaar toe te komen. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Je staat met een groep op het toneel en op het toneel moet je een eenheid worden. Kijk, dat kunnen wij heel erg forceren omdat wij dat in 5 of 4 weken tijd hebben. Wat dodelijk vermoeiend is. Maar ja, zij moeten het dus gewoon in 1 jaar tijd met iedere keer weer een gap, weet je wel, met een gat. En als je dan ziet hoe ze dat op het toneel staan, ik ben gewoon trots. En ze zijn echt, het niveau is heel hoog van de amateurs. Ja, ik kan me dan zo voorstellen dat je dan denkt van, hadden we dat vroeger ook maar, hè? Dat die onderlaag, die amateurlaag ook zo goed was. Want professioneel, die musicals, dat heeft Joop en alle andere producenten goed voor elkaar. Maar zo'n enorme onderlaag. Ja, maar dat komt echt omdat de tijden echt wel veranderd zijn, hè? Want kijk, vroeger had je natuurlijk geen musical scene. Nu wel. Je hebt nu, vroeger had je de balletacademie en 1 musical opleiding. Ja. Nu heb je er gewoon in Tilburg, je hebt in Rotterdam, je hebt in Amsterdam, je hebt in overal heb je ze zitten. Dus er wordt steeds meer aandacht besteed aan het fenomeen theater. En daardoor zie je gewoon dat er gewoon sprongen gemaakt wordt in niveaus. Omdat er gewoon steeds meer komt, steeds meer is. En mensen steeds meer zien dat het selectiever wordt. Ja. En het is echt mooi. Ik ben heel blij. Ja. Ga genieten van je broer voor de tweede helft. Neem lekker je wijntje mee. Ja, doe ik. Gaan we naar de grootste koekenbakker van en we moeten elkaar even. Wat een ellende. Goedenavond. Van der Wal is de naam. Ja, even dankjewel. Doeg. Het komt er niet aan. Ja. Ja. André, ik zat naar het einde te kijken van de eerste. Schip met die vrouwen, dan ben je er afgezocht. Nee. Ik zat naar het einde te kijken, toen ging het over de nieuwe musical. De zelfgeschreven nieuwe musical. Ja. Nou, dat moet jou aanspreken, mag je zeggen. Tuurlijk. Ja, nee, oké, anders krijg ik weer brieven. Nee, ik heb nog genoeg. Om het zelf te ontwikkelen? Om zelf te ontwikkelen. Ja, dat is natuurlijk het mooiste, hè? Als je zelf, en dat gelukkig gebeurt er heel veel in Nederland. En echte musicals die hier geboren worden en gemaakt. En dat, als je er dan nog een hit van kan maken, ja, dat is geweldig, ja. Ja, maar dat is natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld nu met Annie M. Schmid, ja, met Simone Kleinsma. Ja, dat is toch een topmusical, fantastisch, ja. Maar hoe was dat voor jou dan ten tijde dat je de revues nog maakte, dat je het zelf schreef? Ja. We hoorden Frank Sanders net zeggen van, ja, je hebt een tweede liedje, dat zit op de verkeerde plek, je gaat veranderen, dat klopt weer niet. Nou ja, we hadden natuurlijk wat makkelijker met de revue. De revue zit natuurlijk geen verhaal in. Een musical moet natuurlijk een opbouw, heeft een verhaal en wij hadden geen verhaal, maar ons moest alleen maar lachen. Dat was eigenlijk het enige gegeven. We hadden een schetsje en ik kwam weer een balletje en dan gewoon een schetsje en een liedje en een balletje. En ja, er zat niet echt een. Dan kon je schuiven wat je wilde. Het programma bleef hetzelfde. Ja, dus dat je de sterkste schets zet je aan het slot. En het mooiste tablootje aan het slot. Of in de pauzefinale dan. Ja, dat is het dan. Maar die tijd heb je misschien als musicalmaker heb je die niet. Want het moet gelijk staan, hè? Ja, ja, ja. Pikkel hard. Ja, ja, dat zeg ik. Je hebt met een verhaal te maken. Wij hebben natuurlijk nooit meer een verhaal te maken gehad. Nee. We deden maar wat eigenlijk wat dat betreft. Zou je in je cv nog ergens een keer
Musical? Ja. Nou, nee, nou niet meer. Nee, ik word nou 72. Nee, ik vind me nou te oud voor een musical. Want het is zwaar leven. Want Erik de Breij zei het net ook al. Ja, het zijn vaak 8 tot 9 dagen werken. En dan met zo'n bus mee. En nou, dan ben je net thuis. En voor je het weet moet je weer weg. Zeg. Nee, je hebt helemaal geen privéleven meer. Nee, maar ja, als je jong bent en je wilt dit allemaal. En je ziet ook het geweldige enthousiasme hier in de zaal. Want die mensen gaan helemaal door het dak heen als ze winnen. Maar ook als ze genomineerd zijn. En de blijheid van de bühne afstraalt. Ja, dan wil je best met die bus mee. En dan is het ook hartstikke leuk om te doen. Maar dat heb ik ook mijn hele leven gedaan natuurlijk. Toen ik nog wat jonger was. Maar ja, zaten we ook in die bus. Hadden we ook leuk en gezellig. En hoe meer werk, hoe beter. Maar nu denk ik van, nou, dag avondje thuis is ook wel lekker. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, die amateurs, daarvoor is het een bijbaantje. Je bent er niet van afhankelijk. Het brood komt waarschijnlijk toch wel op de plank. Ja, maar daarom is het dus dubbel. Want ze moeten overdag hebben ze nog een baan en dit doen ze er maar echt bij. En als je het echt voor je beroep doet, ja, dan ben je gewoon daar de hele dag mee bezig. En overdag heb je wat promotie of repetitie of whatever. Maar dit moet allemaal in de avonduur of in het weekend. Ja, dat is dubbel zwaar eigenlijk. Want ze hebben een gewone baan ook nog. En nog een huisgezin, nog kinderen misschien, weet ik veel. Ja, die vragen allemaal aandacht. Ja, en die moeten allemaal weer naar die voorstelling. Ja, die moeten allemaal weer een kaartje kopen. Ja, de hond moet er buiten, alles moet gebeuren. Ja. Wat ik ook om me heen hoor, wat heel, heel erg gewaardeerd wordt door de amateurs, is de aanwezigheid van zoveel professionele mensen. Ja. Ja, nou, ik ben er nu voor de 4e keer. Ik heb ze allemaal meegemaakt, de Amateur Musical Gala's. Eerst 2 in de Le Mans en 1 in Carré. En nu hier. Ja, ik vind het, dat zeg ik juist omdat het zo, het enthousiasme er zo van afknalt. En zo de blijheid en de mensen die nog echt willen. En zo, terwijl die natuurlijk bij de, hoe moet je het zeggen, de grote musical of de beroepsmusical. Ja, die hebben een prijs. Dat is een beetje, toch, ja, een beetje niet dit zo dat enthousiasme wat je hier hebt. Dat is toch, ja, beroepsmatig. Word je dan vanavond ook aangesproken over de flankuurtje van gisteravond? Nou, dit jaar, we hebben natuurlijk een geweldig succes gehad. Ja, iedereen heeft het er wel over. Ja, dat is fantastisch. Ik ben heel blij dat het zo scoort. Maar we zaten natuurlijk heel goed gisteravond. Het was koud en nat buiten. En binnen brandde de oven op de televisie. Dus iedereen ging lekker warm omheen zitten. Nou, als het zo blijft met die kijkcijfers, dan zijn we heel blij. En de reacties allemaal. Dus het vraagt weer alle aandacht. De social media staat er weer bol van. André, heel veel plezier bij de tweede helft. Ja, zeker. Dankjewel. Daar komen ook de beste hoofdrollen aan bod. Ja. Nou, ik vond de pauze vond ik ook geweldig hoor. Ik geniet met volle teugen. Nou, ga lekker genieten. De bel zal voor de tweede keer. Gaan dan rond ik af. Ja, dat moet natuurlijk ook allemaal. We gaan ons opmaken voor de tweede helft. En dat is een bijzondere helft. Want daarin wordt ook de talentprijs uitgereikt door Pia Douwes. En u merkt het al, het is een hele professionele avond, ook voor ons. Gasten komen, gasten gaan. Ik dacht, daar komt Pia Douwes, maar het is Freek geworden. Kom er gezellig bij, nee, Pia Douwes. Nee. En ik dacht, wat een leuk dat je een eigen prijs uitreikt vanavond. Nee, sorry. Nou, hoe zou Pia reageren? Ja, nee, dat wel. Ik was al in een soort afrondende fase. Want, ik werd hier naartoe gegaan door je collega. Het maakt helemaal niet eens hartstikke leuk juist. Want we hebben het vanavond over de amateurs. Die het zo ontzettend leuk vinden dat al die professionele musicalsterren hier ook rondlopen. Mag ik even zeggen, dat is andersom ook echt het geval. Ik heb de afgelopen 3 jaar steeds een compilatie op YouTube voorbij zien komen. En ik dacht, verrek, daar wil ik gewoon een keer bij zijn. Ja. En het is een ontzettende leuke avond. Ja. Ja. En hoe belangrijk is het voor die amateurs om dit podium te krijgen? Nou ja, we zijn allemaal ooit begonnen als amateur. En als je ziet hoe professioneel dit wordt aangepakt, kosten nog moeite bespaard qua kostuums en hoeveelheid mensen op het toneel. Dat zie je in het professionele vaak ook niet zo vaak meer. Ik heb mij laten vertellen dat Joop ook hierin een vinger in de pap heeft. Hij steunt het en hij... Ja, nee, het is natuurlijk voor ontwikkeling van talent is dit gewoon een ontzettend mooi platform. En dat ze dan zo'n avond als deze ook nog eens krijgen, ja, dat is volgens mij voor hun een cadeau. Heel kort, hoe ben jij begonnen? Op welk niveau? Afzet tegen de eerste helft die we net gezien hebben? Ja, nou, nee, ja, Tilburg, de dans- en muziekschool. Musical Factory, ja. Mis je de tijd weer dat je denkt, oh, het is nu je werk? Ja, nou, dat is het precies. Soms heb je wel eens na 83 busritten en 56 magnetronmaaltijden, denk je, ugh, ik heb even helemaal geen zin. Maar door zo'n avond als vanavond, dan wordt dat enthousiasme en die liefde wel weer aangewakkerd. Ja. Dus dat is heel fijn. Die winterdepressie is nu weg na vanavond. Helemaal weg. Ja. Nog iets vergeten te vragen. Wat ga je doen komend jaar? Heel kort, snel. Best of Broadway. Met Stanley en Pia, Willemijn en Celinde. Doe Pia de groeten van me? Zal ik doen. De bel gaat nu voor de derde keer. Nu gaan we echt afronden. Ja. We gaan beginnen aan de tweede helft van de uitreiking van de Amateur Musical Awards 2018. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Holland Casino en Soldaat van Oranje, de musical.
dame een gezellige, ontspannen pauze heeft gehad. Wij wel. Nou, niet ontspannen dan. De zenuwen gieren hier fluiten natuurlijk nog door de kleedkamergangen, want we zijn nog niet klaar. Maar de sfeer is lucide. Er zijn al awards uitgereikt, er zijn stralende gezichten, er zijn felicitaties, een enkel traantje van blijdschap en een enkel traantje van ontroering. Maar de gunfactor is heel hoog. Maar we moeten er snel door, want we waren uitgelopen. En de adrenaline levels zijn nu toch wel tot toxologisch onverantwoorde hoogte gestegen. Ze willen een toneel op. Oh ja, of ik één ding even aan u door wilde geven. Ze vinden jullie een heel fijn publiek. Ik geef het maar even door. Ik sta hier in de coulissen steeds mee te kijken van de zijkant. En ik denk ook iedere keer, wat ziet het er toch geweldig uit. En wat is die techniek toch belangrijk. Bijna jammer dat die geen awards hebben. Maar het is logisch, want er worden natuurlijk professionele mensen voor licht en geluid gevraagd. En die kun je niet een amateurwoord geven. Maar hoe belangrijk is dat niet? Nee, maar als het licht nu gewoon uitvalt, moet je stoppen. Iedere pijler van de musical is even onmisbaar. En dat geluid, ik moet er toch in zo'n grote bakken met zo'n orkest niet aan denken. Dat ik een aankondiging doe, dames en heren, iets... Beste ensemble, dan weet u niet wat er komt. Of je hebt eindelijk die ene rol in die ene musical die je wou. Die heb je. En je belangrijkste scène komt daar. Moet je niet hebben. Maar dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat gaat na... We hebben natuurlijk dit soort moderne dingen tegenwoordig. Ik weet nog wel, ik ben al oud, dus ik ken nog die handmicrofoon. Wat onelegant blok in je hand. En dat zit in gesticht, handen niet vrij. En oh, het staat nog snoeren. Met je dans in de war struikelen en zo. Dus dat gebeurt allemaal niet meer. Dat is ouderwets. We hebben gewoon dit. Nou ja, niet alleen dit. Je hebt natuurlijk wel ook een zenderkastje nodig. Dat zit bij sommigen achter op de rug, anderen... Oh, je kent hem aan de voorkant. Ik kan hem wel even laten zien. Dat is wel makkelijk. Je ziet dit lampje ook. Dit is het hoogste, fijnste materiaal. We hebben topmateriaal gekregen, hè. Het is heel gevoelig technisch. Je hoeft er maar op... Uitkijken natuurlijk. Dat weet trouwens niemand. Ik heb wel eens gehoord van een hele oude technicus, van zo'n hele oude rot in het vak, dat als je niet gaat, dan moet... Altijd eerst uit het in en dan om. Het altijd goed, maar dat weet niemand. Maar we moesten door, We krijgen nu de eerste medley voor de nominatie Beste Ensemble. Dan zien we eerst onze oude bekenden, de producers van de BOV. En horen we hoe de... Oh nee, ik ga heel even. Ik wil één applaus vragen voor die technici. Dat is dan noemen we, mensen klappen liever voor mensen die ze kunnen zien. Wacht even. Dan neem ik die vier die erachter zitten, want die kun je zien. En via hun doen we het naar alle technici en ook de technici van het Luxor. En ook alle vrijwilligers, want er zijn ook heel veel technische vrijwilligers. Dames en heren, bij u achter in de zaal. En geef ze een warm, dankbaar applaus. Fred, Ibn, Frans, Abbas, Ibn, Abbas. Kijk, wat. Goed. Eerste medley, nominatie Beste Ensemble. De producers van BOV, en horen we hoe de meest recente productie van die Max Bialystok, u weet het nog, Lichtvillijn wordt gefileerd door de critici. En gelukkig komen ook hartelijke bewoners van een Italiaans dorpje aan het woord om de schakers uit Chess welkom te heten. En de musical met open armen te ontvangen is hier het Zwolls Muziektheater. Om ons mee te nemen naar Merano! Ik ben bij Italië, vroeg me bij Duitsland, die grens die verschuift. Want mijn ziel is een warme lucht van alles bij. Want dank je, ze zijn er echt.
musical is van alle tijden en tijdloos. En we gaan nu naar de jaren 70-80, tijd van Margaret Thatcher, tijden van de Koude Oorlog, de tijden van Bellier. En we gaan naar de nominatie, het zijn er 5 voor mannelijke hoofdrol. Het zijn de volgende musicals. Blood Brothers, Kiss Me Kate, The Producers, Chess en Big Fish. Hier zijn Gerben Timmermans, Albert-Jan Verhees, John Koppens, Freek van der Heijden en Arno van Zelst. Arno. Ik wil dat je hier gaat zitten waar ik je kan zien. Zit. Ja, maar Erik, dat wist toch niet? Ik wou dat ik net als Sammy was, want Sammy is bijna 10. Hij heeft 2 wurmen en een katapult en je moet zijn geheime schuilhut zien. Maar dan mag ik van mijn ma niet komen. En dat vind ik nou zo half zacht, want ze zegt nee, je bent pas 7. Maar dat is niet waar. Ik ben bijna 8. Ik wou dat ik net als Sammy was. En weet je, spugen doet hij ook heel vaak. Zo in je oog, van wat 3 meter ver en altijd spuugt hij raak. Hij mag rustig met Lucifer spelen en op straat zijn tot diep in de nacht. En ik moet naar bed om 7:30. En dat is niet eerlijk, want ik ben bijna 8. En als hij naar het zwembad gaat, die vieze Sammy, dan tekent hij meisjes in hun naki. Zonder armen of hoofden of benen. Maar wel heel groot. Het hele zaakje. Ik wil ook naar het zwembad. Maar dat mag niet. Want mijn moeder zegt, dat had je gedacht. Straks verzuip je nog. Je bent pas 7. Maar dat is niet waar. Ik ben bijna 8. En weet je. Die Sammy, die haalt er soms zo uit zijn broek. En dan piest hij door de brievenbus van de buurvrouw op de hoek. Ik ben het ook eens stiekem gaan proberen. Maar ik denk dat ik nog heel eventjes wacht. Want ben je 7, dan kom je nog net niet bij die brievenbus. Maar wacht maar, straks ben ik 8. Jij kunt zitten kniezen hier, stiekem zitten hopen. Dat de wereld beter wordt, maar alles laten lopen. Ik geloof dat gedrag totaal niet wordt beloond. Neem maar aan dat dan het leven nooit iets beters toont. Ga je reis gezegend, overwegend door het land. Op een tocht voorbij de bocht en door het smullen zand. Over straat in elke stad, toen maak je borst maar nat. En leef je leven, ga op pad. Veranderen, dat is de grote vraag. Morgen als je wilt, ben jij een ander dan vandaag. Avonturen wachten, blijf niet zitten op je gat. En leef je leven, ga op pad. Jij kunt op moederijn een koning zijn en zeer gerespecteerd. Waar het beschaafder is, merk jij gewis dat niemand je bezeert. Mensen begroeten jou en delen gauw een allerbeste grap. Jij krijgt succes met deze les, dus zet de eerste stap. Ach, was ik maar een producer van een hitshow op Broadway. Ach, was ik maar een producer, elke avond een souper. Ach, was ik maar een producer, na premières in jacket. Ach, was ik maar een producer, en dan een beeldschoon showballet. Ach, was ik maar een producer, je slaapt tot een uur of 3.
Ach, was ik maar een producer. Je kiest die, 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 niet die. Ach, was ik maar een producer. Leo Bloem wil een gezicht. Ach, was ik maar een producer. Ik wil mijn naam in het neonlicht. Het was ver voordat mijn puberteit begon, dat ik oog kreeg voor het vrouwelijk schoon. Ik bevond me in een gezelschap als het even kon, en schonk en dat mijn enthousiaste in toon. Maar nu ik getrouwd ben, lijk ik uitgeblust. Oh, wat rest nog aan passie, en waar bleef de lust? Waar zijn die tijden van Belly? Over en uit, niets heb ik meer. Toen ik nog vol met hartstocht zat. En wat heb ik nu? Ik heb het gehad. Getrouwd te zijn bevalt mij wel, maar iedere man die droomt nu en dan van zeven als vrijgezel. Dus ik herhaal wat ik al zei. Waar zijn die tijden van? Grenzen trok in het zand, voor een strijder ooit het leven liet, was daar mijn land. Gevoel laat zich niet begrenzen door geld, goed of partij. Mijn land zal altijd leven in mij. En denk niet dat ik dit afscheid zelf zocht. Geloofde mij, is deze dame onderdeel van de Nederlandse musicalcultuur. Haar cv is inmiddels te lang om op te noemen, om nog maar niet te spreken over het enorme scala van de door haar vertolkte leading ladies. Maar iedereen weet dat zij een van de meest veelzijdige acteurs, zangers en coaches in Nederland is. Wij zijn trots om u aan te mogen kondigen. Doris Baten. Ik vind het zo ontzettend leuk dat ik gevraagd ben om hier vanavond een prijs uit te reiken. Omdat ik vind dat het niveau van de amateurkunst en zeker ook de amateurmusical de laatste jaren ontzettend gestegen is. Het heeft niets meer van het hobbyisme dat het vroeger was. Er wordt gewoon keihard gewerkt en heel Nederland bulkt van het talent. De envelop. APPLAUS.
Akte! Amateur Musical Award 2018 voor mannelijke hoofdrol gaat naar Albert-Jan Verhees. God. Ik heb ooit een keer gezegd dat Leo Bloem een enorme uitdaging voor is, omdat ik geen comedy-speler ben. En nou sta ik hier met dit ding. In de 8 musicals die ik heb gespeeld bij de BOW heb ik nooit een rol mogen spelen die zoveel uitdaging had. Zoveel scènes, liedjes, dansen, strakke komische timing. De details soms al 6 keer per week moesten we repeteren. Ik heb dan ook vreselijk veel respect voor al die hardwerkende vrijwilligers van de BOV die zich keer op keer weer inzetten voor 200% en het beste uit zichzelf halen om ook anderen op te halen. Deze award heb ik dan ook te danken aan jullie allemaal, alle schakels binnen de BOV-ketting. Allemaal hebben jullie een stukje van deze award mogelijk gemaakt. Het complete artistieke team, de cast, het ensemble, het orkest, alle medewerkers van de BOV en niet te vergeten ons publiek en het thuisfront. Ontzettend bedankt. En als ik... Ondanks dat ik hier nu alleen sta, nog één iemand mag bedanken. Wij blijven partners door dik en dun. Zonder jou had ik hier niet gestaan. Leo's grote voorbeeld, Max Bialystok, mijn grote vriend, Sjors Tander. Dankjewel. Voor de categorie vrouwelijke hoofdrol krijgen we weer zo'n door Gerbrand von Kolk in elkaar gearrangeerde medley van een prinsesje in een toren, een ongetemde feeks, een gifmengende milady, een ambitieuze secondante en een moeder die haar zoon opgeeft. Drama's en diva's, wat is toch een betere combinatie? Geniet u van alle genomineerde vrouwelijke hoofdrolspeelsters. Hier zijn Jessica Fuchs als mevrouw Johnson, Mirjam de Groot als Florence, Loes Dieltjes als Fiona, Lotte Nijenbijvank als Kate en Marieke Visser als Milady de Winter. Vrouwelijke hoofdrol. Een prinsesje, ja prinsesje, lees maar na, ze lijkt op mij. Het verschil is dat ik hier zit en zij leven vrolijk vrij. Ik wil lang, ik wil gelukkig, straks verlies ik mijn geduld. Niemand die de rest nog wil. Oh, is dat mijn schuld? Weg met schurken en schavuiten en weg met alle stress. Weg met wolven, heksen, dwergen, weg met elke wijze les. Hou er was eens, hou het kussen en weg die bakkers hoort daartussen. En het wachten, het wachten. Hij verschijnt. God, ik mis misschien nuance. En ben nu ook nog een vandaal. Kijk naar die zooi. Ik ben mooi, ik ben gezond. Ik kan waanzinnig goed patience. Heel eventjes nog, voor ik hem zie. Dag nummer. Bent u daar, God? Dit is Fiona. Ooit had ik een echtgenoot. Ach, je kent dat type wel. Ik zag hem in de dancing en hij praatte veel en snel. Hij vond mijn ogen hemelsblauw en hij zei, hij stilt de show. Volgens hem had ik die sexy blik als Marilyn Monroe. En we gingen dansen.
gingen dansen. Voordat ik het wist, was ik 6 weken over tijd. Snel naar het stadhuis, de kerk, het huwelijk was een feit. Er was voldoende bier en chips en ik kreeg een wieg cadeau. En de bruid in tooi was net zo mooi als Marilyn Monroe. En we gingen dansen, we gingen dansen. Ik moet geen man, het idee alleen al krijg er hoofdpijn van. Blijf liever maagd dan dat ik ooit zo'n schepsel eens zou trouwen. Een echtgenoot geeft toch maar last, ik zou het me gauw berouwen. Natuurlijk ben ik blij dat moeder trouwen moest met vader. Maar ik moet geen man. Aan spierenbundels erger ik me werkelijk te pletten. Zo'n kwal die voor de spiegel staat en denkt daar staat een sputter. Al heeft hij haren op zijn borst, net als mijn Ierse scepter. Ik moet verdomme geen man. Waarom kom je daar nu mee aan? Ik word hier echt gestoord van. Hij ziet me amper staan. Ik ben hier wel zijn secondant. We zouden moeten werken aan onze strategie. Met mij erbij is hij briljant. Maar hij toont weer zijn andere kant. Dus in feite sta ik alleen. Hij noemt me vaak onmisbaar. Als visbal dan misschien. Hij wekt me af, wat ik ook zeg. Hij weet me diep te kwetsen. Er is te veel oud zeer van nemen die ik niet wil. Maar toch durf ik niet bij hem weg. Iedereen doet mee met het spel, maar met andere legels dat wel. Want in feite sta je alleen. Hou je niet te veel in je hoofd en zorg dat je niet alles gelooft. De hemel vermiljoen. Jij liet mij na de sterren zweven. Wij waren kinderlijk blij. En ik weet nog toen jij zei, kies op mij. Jij bent mijn leven. Toen kwam de winterse kou, zette de wereld in rouw. Op zoek naar onze volgende uitreiker. Hij was immers al lang gevonden. In het nieuwe Luxor voelt hij zich als een vis in het water na zijn rol van Enjolras in Les Misérables hier. Een geweldige semi. Jacques,
Gaston, Olivier, Felix, Rogier, om maar wat voornamen te noemen. Maar wij kennen hem natuurlijk allemaal als de enige echte Joseph. Hier is Freek Bartels. Ja, u dacht dat u van me af was, maar ik ben er toch nog even. Wat een ontzettende leuke avond. Ik had een beetje last van een winterdepressie, maar die is na vandaag helemaal weg. Ja, echt. Ik zag een compilatie voorbij komen op YouTube vorig jaar van hoogtepunten van het afgelopen gala. En toen dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn, daar wil ik bij zijn. Dus ik ben heel blij dat ik er vanavond bij mag zijn. En ik weet niet of er voor volgend jaar al een gala gepland staat, maar ik meld me bij deze aan. Ik ga het kort houden, want anders trekt Erik zijn luik open. De winnares van de Amateur Musical Award 2018 voor beste vrouwelijke hoofdrol gaat naar... Marieke Visser. Ik heb een serieus ook nog opstaan speech, maar goed. Oké. Okay. Ik wil eerst echt ontzettend lof uitspreken, voornamelijk voor de hele organisatie hiervoor, voor mede genomineerden die ook ontzettend goed zijn. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee met deze ervaring. Daarnaast wil ik heel graag Studio 65, Amanda te Brinken, onze dirigent, Richard Sprokkereven, onze regisseur, heel erg bedanken. We hebben deze musical in 3 maanden tijd erin gestampt. Dus we waren echt heel blij. Daarnaast wil ik mijn tegenspeler Arjan Bolle even nog apart noemen. Hij stond ook op de longlist, maar helaas mag hier niet staan, want dat had zo verdiend. Mijn lieve vrienden, collega's en natuurlijk mijn allerliefste ouders, mijn zussen, zwagen die hier zijn. En ik vind het heel tof. Dankjewel allemaal. Nou krijgen we weer een medley van de ensembles. Er zijn er al 2 geweest, nu de andere 2 genomineerde ensembles. Must doet een overbekende meezinger en met zoveel musical fans in de zaal zou dat ook wel eens kunnen gebeuren. En als meezingen niet zo uw ding is, beweegt u dan mee, want de cast van Footloose maakt het bijna onmogelijk om stil te zitten. De laatste 2 genomineerde ensembles, Spamalot en Footloose. Lezend in mijn boeken is een man met recht. En op televisie is een vent tenminste echt. Hou die jonge jochies liefst weg bij mij vandaan. Want ik wil zo'n stuk van tv.
die tijd, toen het vermoed nog heel gewoon was, hebben onze twee volgende presenters hun sporen meer dan verdiend. Musical, televisie, cabaret, film, toneel. De lijst gaat maar door en is nog lang niet klaar. Hier om de award uit te reiken zijn de beste vertegenwoordigers die Rotterdam zich wensen kan. Uw applaus voor Joke Bruis en Gerard Cox. Goedenavond, dames en heren. En transgenders. Wat u hier vanavond ziet, dames en heren, dat is dat musical niet alleen is sterren. Er zijn natuurlijk sterren in een musical, maar ze zijn niets zonder een ensemble. Zo is dat. Dus er is ook een prijs voor het beste ensemble. Door een speling van het noodlot heet dat tegenwoordig award. Ik vind dat een vreselijk woord en ik hoop dat het zo snel mogelijk verdwijnt. Want het is een prijs. En een prijs is leuk, want een prijs is leuk om te winnen. Dus voor de amateur musical prijs... 2018 is geworden Footless. Even op adem komen. Zo, nou. Wauw. Oké, wil je me even vasthouden? Ja. Dank je. Oké, hallo. Hallo, snel hè? Ja, sorry. Allereerst willen we de organisatie van de AMA's bedanken om ons zo'n geweldige gelegenheid te bieden om dit nogmaals op te kunnen voeren. Deze groep is echt een tweede familie van elkaar geworden. Dat is grootst te danken aan Jelle Wouda van het Stadsgehoorzaal Kampen, die zijn ziel en zaligheid in deze producties legt. Hij maakt het mogelijk om met een fantastisch live orkest een week lang in zijn stadsgehoorzaal te kunnen spelen. En natuurlijk groot dank aan Mark van Haast. Hij is er vanavond niet, hij is in Nieuw-Zeeland, maar we denken aan je. Zeker. Germa Mejan van Vuren Vlam Producties, bedankt voor jullie geduld met alle choreografieën die we hebben moeten doen. En natuurlijk Marcel Visser, we hebben zoveel van je geleerd, zowel tijdens als na de repetities. Echt bedankt. Ik zei al ergens eerder, we zijn gewend om te applaudisseren voor degene die we kunnen zien. Dat is menselijk, dat is ook helemaal niet erg. Maar juist awards geven ons een kans om die onzichtbare. En weet je, met name amateur musical zou echt niet bestaan zonder vrijwilligers. De wereld leunt daarop. Daarom is daar een woord voor. En om alle vrijwilligers middels een award in het zonnetje te zetten, is hier de man die zelf ook jaar in jaar uit weer helemaal vrijwillig, helemaal uit Groningen naar welk oord dan ook reist om de vergaderingen van de vakjury in goede banen te leiden. Als u hem al in eerdere galas hebt gezien, gaat u er maar even goed voor zitten. Het is een man van veel woorden, Jacques d'Ancona. Zeventien en een half jaar lang was ik gewend om ontvangen te worden met een boegeroep. Het is teleurstellend dat het er niet meer is. Even, dat hebben we niet meer gehad. Even kijken wat we voor teksten allemaal doen. Ja, dat is wel een heel... Dus, naar verwachting van Erik
Ja, 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 ja. U hebt wel even, hè? Ja. Dit. Ja, er stond heel wat in over pareltjes. Dat hebben we gehoord dit jaar al diverse keren en deze avond ook alweer. Wat een excellent orkest. Van de Kom. Broertje van Mariska, jawel. Wat een excellente presentator, Erik Breij. Ik heb zelf ook een gezelschapje ontdekt wat buiten mededinging meedoet in het programma. Jonge, veelbelovende krachten die toch ook alle enige ervaring hebben opgedaan. En dat zijn Marianne van Wijnkoop, Lone van Roosendaal, René van Kooten, Hans Cornelissen en Arno Bremers. Zo bevlogen, zo geïnspireerd, zo stimulerend. Zij functioneren als jury en daar mag ik dan een beetje leiding aan geven. U kunt zich inleven in mijn positie, hoe moeilijk dat is. Maar ik red het, op een of andere manier. Hun inlevingsvermogen, hun oog voor detail en hun bereidheid om zaken door te praten tot ze dood bij neervallen. Dat is het komen tot een verantwoorde beslissing. Zij, wij, juryleden zijn vrijwilligers zoals al heel veel anderen onder u. Het begint bij Margot Oudshoorn, de ziel van het bestuur en de organisatie. Nou, bestuur, commissieleden en ook de commissie die de nominaties heeft verzorgd voor onze juryleden. Hartstikke bedankt. Wij allen zijn vrijwilligers. Wel, jawel, jawel, zeker. Nou, ik mag een prijs uitreiken waar wij niets over te zeggen hadden. Zelfs mevrouw van Wijnkoop niet. Niemand had iets te zeggen over deze toekenning van de prijs. Dat is namelijk de prijs, of liever gezegd award, meneer Cox, voor de vrijwilliger van het jaar. Het is duidelijk dat dat niet moet worden verstaan als de beste vrijwilliger, want dat is onzin. Want er zijn zeker 1000 vrijwilligers betrokken bij alle verenigingen, bij alle stichtingen die programma's maken. En ook bij de organisatie van deze avond. Kortom, het is de vrijwilliger van het jaar. Iemand die door de vereniging naar voren is geschoven als kandidaat. Niet alleen toomeloze inzet, bevlogenheid en creativiteit worden geroemd. Ook het vermogen om leden, zangers en spelers te verbinden met elkaar. Requisiteur, bestuurslid, productieleider, niets is te veel. Naar wie gaat de award van de vrijwilliger van het jaar? Amateur Musical Award 2018, vrijwilliger van het jaar. Uit Zeeland, van het Muziektheater Zeeland, Carola Jansen. Kunnen voorbereiden. Nee, ik ben ook helemaal perplex. Zal ik hem zo lang even vasthouden voor je? Ik weet ook gewoon niet wat ik moet zeggen. Je kunt nog wat stamelen in de microfoon. Ga je gang. Oh, wat is dit een verrassing. Ik heb dit totaal niet zien aankomen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik heb een heel bewogen jaar gehad. Maar ik... Nou ja, goed. Het geloven in het product wat gecreëerd is afgelopen jaar. Maar ook de afgelopen jaren heb ik hele mooie producties mogen doen. Als productieleidster. Maar het geloof erin. Het geloof in de nieuwe regisseur. Het geloof in onze leden. Het geloof in
alles in mijn eigen en mezelf daar heel erg opzij gezet. Hebben we zo'n waanzinnige voorstelling neergezet. Waar ik enorm trots op ben. En daar wil ik Robert van den Berg heel, heel erg hartelijk danken. Want hij is echt wel een deel daarvan geworden. Ja, dank jullie wel. Echt waanzinnig. Is het toch heerlijk om al dat Nederlandse amateurtalent eens even lekker te laten zien. En op een of andere manier lijkt die pool van talent steeds groter te worden. Een soort kweekvijver. En iemand die daar graag in vist, dat is Pia Douwers. Altijd op zoek naar dat ene bijzondere talent voor haar eigen award. Hier om de waarde van de Pia Douwers Special Talent Award nog eens te bekrachtigen, zijn drie winnaars van de afgelopen drie edities. Jonathan Vroege, Robin Rijtsma en Doortje Roosdorp. Het is niet eens zo lang geleden dat ik Jozef spelen mocht en dat Pia mij toen uitkoos. Ik wist niet eens dat ze me zocht. We zijn nu bijna 5 jaar verder, waarvan 2 jaar Lion King. Ik ben een Pia Special Talent en dat vind ik echt een ding. Ja, dat vind ik echt een ding. Oh, 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 oh. Ontzettend aan genieten, want het ging toch echt zo vlug. Ik werk via Special Talent, God en zie me daar nog staan. Dat ik nu hoofdrollen zou spelen, daarvan had ik echt geen idee. Maar wat via mij toen leerde, neem ik elke dag steeds mee. Neem ik elke dag steeds mee. Ja, verdomme, ik was zwanger en ik ben nog amateur. Geef mij ook een rol in Duitsland. Het is echt niet dat ik zeur. Ik ben ook een special talent. Dat is een eer en niet een straf. En we zien wel in de toekomst. Dit pakt niemand mij meer af. Dit pakt niemand mij meer af. Het is niet eens zo lang geleden dat ik Jozef spelen mocht. Ja, dat vind ik.
Ja, we hadden het al verklapt. Pia Douwes. Nou, dat was een verrassing. Ik lag helemaal in een deuk net. Ja, ik val in herhaling, maar ik denk dat het op zo'n avond helemaal niet erg is. Ik zit gewoon de hele avond te janken zo ongeveer. Omdat alles zo ontroerend is. Dat enthousiasme van jullie en die kwaliteit die hier staat. De organisatie van dit award gala wil ik ook even echt complimenten geven voor de professionaliteit die hier van afstraalt. Ja. En dit nummer was tot, dat wist ik niet. En dat is dus, dan denk ik, wat een eer dat ik hier een Special Talent Award mag uitreiken. Ik vind dat nog steeds elk jaar een ongelooflijk iets. En dat doe ik ook met heel veel liefde. En in onze show waar ik nu in sta, in The Addams Family, dan heeft Gomez een prachtige zin aan het einde. En die zegt, ik ben trots een Addams te zijn. En dan kan ik wel zeggen, ik ben trots om een musical artiest te zijn als ik vanavond hier in de zaal zit en zie wat voor enthousiasme naar ons overkomt, maar ook van jullie publiek. Wat een liefde stralen jullie weer uit. En ik zeg het elk jaar, maar ik moet het gewoon elk jaar zeggen. Ik heb een aantal mensen genomineerd en ik heb altijd weer een verrassingseffect, had ik ook dit keer. Ik heb ongelooflijk genoten van het prachtige, authentieke spel van Els Dame. De schitterende stem van Freek van der Heijden. De heerlijke timing van Frits Tutuarima. De diversiteit en het talent van Albert-Jan Verhees. Maar er was nog iemand die mij opviel. En die zo van het toneel sprankelde. Met haar persoonlijkheid, humor en stem. En die heb ik vanmiddag blij gemaakt. Pippi Lotte Maassen. Wauw. En dan sta je daar met je award, zonder dat je hebt opgetreden, in de zaal waar je je eerste musical zag. Dankjewel organisatie dat jullie deze avond mogelijk hebben gemaakt. En dankjewel Pia dat je aan mij hebt gedacht. Ik heb het afgelopen jaar met zoveel mogen leren van het artistiek team om mij heen. Marleen, Richard, Cleo, dank jullie wel. En natuurlijk alle leden van Sempre Sereno, in het bijzonder Frits en Daniel. Het was zo fijn om met jullie samen te spelen. En mijn ouders die nog net last minute uit Hamburg zijn overgekomen om hierbij te zijn. Ja, dank jullie wel allemaal dat jullie dit voor mij hebben gedaan. En dan ja, als laatste nog mijn zangdocent Suzanne, die er altijd voor mij ook is geweest. Ja, ik ben jullie allemaal heel dankbaar. Nogmaals, dank je wel, Pia. Dit grote gala is ongelogen ontstaan uit het idee om met een bitterbal amateurmusicals in het zonnetje te zetten. Zo klein is het begonnen en toen dacht ik, ja, maar dan kunnen we misschien toch en dan misschien toch. En dat is uiteindelijk dit geworden. En hoe kleine ideeën tot grote frustraties kunnen leiden, daar weet de volgende man alles van. Vanuit een feestwinkel een multinational worden. Deze Nestor van de Nederlandse musical heeft dat gerealiseerd. Zijn visie, ondernemerschap, oog voor kwaliteit en detail hebben niet alleen de Nederlandse musical gevormd, maar zeker ook de organisatoren van dit gala. Een voorbeeld van velen, een visionair en vakidioot. Wij lopen over van trots dat wij in huis hebben de heer Joop van den Ende.
Als ik op een avond als deze ben, dan, en ik kijk naar musicals, dan moet ik, ik ben een beetje schor, sorry voor dat, dan moet ik kritisch kijken. Ik kan niet anders. Dat is een beetje jammer, dat je altijd moet kijken, is het goed of kan het beter? En dat heb ik vanavond ook gedaan. En de verrassing voor vanavond, voor mij en voor Janine, we zitten samen, is dat deze amateur musicalavond is meer dan amateurs die hun beste beentje voortzetten. Wat ik zie, wat ik voel, is dat het vak van musical, het performen, het spelen van een musical, dat serieus genomen wordt. Met alle liefde en plezier en verliefdheden en verhoudingen die ontstaan, hartstikke leuk. Maar als je op het toneel gaat staan en je nodigt een zaal met publiek uit, wat er ook voor betaalt, dan heb je een verplichting, dan rust dat op je schouders. En dat voel ik vanavond. Ik voel dat mensen les hebben gehad in zingen. Een musical is een verhaal vertellen. Wij in de musicalwereld vertellen verhalen. Ik zie wel eens een popconcert en dan denk ik, na de eerste drie nummers, denk ik, hoe kunnen wij op dat toneeltje met dat lijstje ooit op tegen dat geweld, tegen dat prachtige led en alles wat er is. Na vier, vijf nummers denk ik, ik mis een verhaal, ik mis een story. En vanavond, hoe kort ook de optredens waren en hoe fragmentarisch ook waren uit de musical, hoor je dat de mensen op het toneel, de acteurs, de performers, dat die begrijpen wat ze zingen. Ze vertellen dat verhaal in een liedje. Al duurt het maar twee minuten. Dat is de kunst van musicaltheater. En dat je ook beseft dat je al die moeilijke melodieën, want het is toch een partij moeilijk wat we allemaal doen in theater, dat heel goed gedaan wordt. De een is beter dan de ander. Maar er zijn hele bijzondere talenten bij. En dus ik vind het heel prettig om vanavond hier bij u te mogen zijn en te zien dat er met zoveel liefde aan het prachtige vak van musicaltheater gewerkt wordt. Applaus voor iedereen die hier vanavond opgedreven heeft. De Amateur Award 2018 voor Best Musical is geworden. Leuk. De Producer. Zo, wat fantastisch! Dank u wel, meneer Van den Ende, voor de overhandiging van deze bijzondere award. Wat zijn we hier ontzettend blij mee. Jury, bedankt voor het toekennen van deze prijs. Voor de derde keer op rij de award winnen voor beste musical. Wil zeggen dat een Brabants clubje uit Berg op Zoom toch ergens iets goed doet. De Producers was een knotsgekke komische productie waarbij meer dan 100 medewerkers zich met hart en ziel hebben ingespannen. Ik mag hier dan nu wel staan als regisseur samen met mijn kanjers van artistieke collega's, onze choreografen en muzikaal leider.
Maar deze prijs is natuurlijk, en dat vind ik het allermooiste, voor iedereen die betrokken is geweest bij de producers. Wat zijn we trots op onze grote groep spelers die zich altijd met een gigantische passie inzetten en er vol voor gaan. Maar laten we ook zeker de mensen achter de schermen niet vergeten. Zij hebben ervoor gezorgd dat de grootste ideeën, soms iets te groot en te gek, omtrent decor, kleding, kap, riem, licht, muziek, requisieten, techniek en projecties, tot een fantastisch eindresultaat hebben geleid. Dank ook aan het bestuur van de BOV die ons het vertrouwen geeft en ons dit mogelijk laat maken. We hebben de producers aangedurfd. Alles eruit willen halen wat erin zat, om iedereen te laten stralen als een echte Broadway-ster. Dat is de kracht van de BOV. En met deze award als kroon op ons werk is dat meer dan gelukt. Dank je wel. Bijna afgelopen. U hoort het al. Want na 4 gala's mogen we toch wel zeggen. Een traditie. Onze finale. We krijgen nog 1 keer alle genomineerden en winnaars. Te zien die nog 1 keer in zang aan u gaan uitleggen waarom ze hier staan. Deze heerlijke melodie van One. Dit is niet te bedwingen. En waarvoor ik alles geef. Dit hier zo staan te zingen. Dat is waar ik voor leef. We hebben zo ontzettend veel mensen te bedanken dat dat geen zin heeft. Het zijn er te veel, dan zitten we hier over een paar uur nog. Hoe graag we dat eigenlijk ook wel zouden willen doen. Ik wil graag Frits Sissing, Freek Bartels en Wieneke Remmers bedanken dat ze de zelfrelativerende sportiviteit hadden om zich door mij van het toneel te laten sturen. Wij bedanken alles wat u niet kan zien. Alle vrijwilligers, alles wat er in de gang loopt. De zenders die omgedraaid. Je hebt geen idee wat een geweldige hel het daar is. Het is ongelooflijk. En behalve die paar, die kent u wel. Die vonden dit in. En weet u, die heeft u al gezien. En nu gaan we alle genomineerden. Altijd een mooi moment. Voor de finale. En nu komt het voorspelde einde. Gerbrand Butten! Doe!
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Holland Casino en Soldaat van Oranje, de musical.